Die halve finale plaats werd gepakt door een 2-0 overwinning op rivaal Australië. Makkelijk ging het niet, de Australische vrouwen waren het eerste uur zelfs de betere ploeg. Maar Oranje wist in het laatste kwartier toch met 2 goals de belangrijke overwinning te pakken. Op karakter. Kan je wel zeggen, ja. Zo, het ging erop. Ja, was leuk, mijn wedstrijden en ja, ik vind het wel leuk. Ja, het was zeker een enorme vechtpartij. En, maar ja, we mogen de beste winnen, toch? En heeft vanavond de beste gewonnen? Ja, zeker. Zeker weten. Zowel de mannen- als de vrouwenploeg is als favoriet aan het toernooi in eigen land begonnen. Last van de extra druk die bij die favoriete rol hoort, lijken de beide ploegen echter niet te hebben. Nee, helemaal niet eigenlijk. Het is alleen maar mooi om in je eigen land te spelen en met al deze mensen om je heen. Maar favoriete rol, die hebben wij toch altijd en dat weten we zelf ook. En dat vinden we lekker om mee te spelen. En we weten dat Australië een goede ploeg is. Maar we hebben gewoon vertrouwen in onszelf. Wij kijken echt naar onszelf zo veel mogelijk. Voordat de halve finales beginnen, spelen de Oranje Vrouwen nog de laatste groepswedstrijd tegen Zuid-Korea. Eigenlijk voor spek en bonen, maar de vrouwen zijn niet van plan gas terug te nemen. Nee, natuurlijk niet. We staan hier wel op een WK en we mogen 7 wedstrijden in het mooie stadion spelen. En dat gaat er niet voor spek en boon staan maandag. Ja, wie kan Oranje van de wereldtitel afhouden? Ja, ik hoop niemand. Zeker niet.